Wij staan voor gerechtigheid en vrede in Palestina. En wij willen graag dat de genocide die op dit moment gaande is, onmiddellijk stopt. En dat er humanitaire hulp wordt geboden en de toevoer gewoon open gaat. En dat de 500 trucks die daar aan de grens van Egypte wachten, worden toegelaten. En dat iedereen in Palestina nu eindelijk wat voedsel, wat water, vooral water, binnenkrijgt. En dat ze een beetje kunnen ademen en leven, want nu gaan ze alleen maar dood. We hebben net een petitie kunnen indienen bij de voorzitter van de Nationale Assemblée. Wij eisen op grond van de bovenstaande constateringen dat 1. aan de Palestijnse ambassadeur zo spoedig mogelijk Ahrama wordt verleend. 2. Omdat de Republiek Suriname de natie Palestina heeft erkend, de vlag van Palestina ook wordt gehezen op het Vlaggenplein. 3. De oorlogsmisdaden die nu plaatsvinden in Palestina worden veroordeeld door de regering van Suriname en zij haar standpunt formeel doorgeeft aan de OIC. 4. Suriname resolutie 242 van de VN-veiligheidsraad om te komen tot een twee-staten-oplossing volledig ondersteund. 5. Suriname als volwaardig lid van de OIC zich committeert aan de standpunten van de OIC met betrekking tot de Israël-Palestina kwestie. 6. Met betrekking tot het voorgaande, het standpunt van Suriname niet afwijkt van het huidige standpunt van de CARICOM. 7. De regering van Suriname via diplomatieke weg Israël aanmaand om onmiddellijk over te gaan tot een staakt het vuren en het ongeconditioneerd toelaten van humanitaire hulp voor de Palestijnse bevolking. Indachtig het bovenstaande verzoeken wij u om het daarheen te leiden dat uw college, welke het hoogste orgaan van de Republiek is, deze petitie zo spoedig mogelijk in behandeling neemt. Met de meeste hoogachting, het platform Gerechtigheid Palestina. Yes. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wij zijn niet te vinden voor oorlogen, dat is duidelijk, ja, en dat zal onze standpunt blijven. U heeft ons in uw petitie gevraagd om dat zo spoedig door te geleiden naar de regering. Dat gaan we doen. Veel succes met uw missie, ja, een missie waar Suriname gelijk staat aan vrede, eenheid en gerechtigheid, en dat zullen we als volksvertegenwoordiging zeker overbrengen aan alle structuren van dit land. Mogen we namens het platform een Palestijnse vlag overhandigen aan u door een Surinaamse Palestijn? Alsjeblieft, namens het platform, en dat hij ook mag wapperen in Suriname. Ja. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free! Hero, Hitler, Yadige Palestine! Hero, Hitler, Yadige Palestine! We zijn er trots op. In die zin trots dat we de Surinaamse gemeenschap zo hebben kunnen bewegen dat ze daadwerkelijk naar buiten zijn gekomen en het ondersteunen. En het allerbelangrijkste wat ik moet noemen is dat alle verschillende organisaties in Suriname vandaag vertegenwoordigd waren. De organisaties die soms niet allemaal één kant op kijken, ze waren allemaal vertegenwoordigd. En dat is heel erg bijzonder. De leden hebben zich als één lichaam zijn we naar buiten getreden. Alle leden als broeders en zusters bij elkaar om dit ene punt. Het stoppen van het geweld in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Vrede, 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 vrede. We hebben meer dan 120 Palestijnse Surinamers hier. Ze zijn al heel lang geleden hier naartoe gekomen. Deze broeder is van de tweede generatie. Dit is broeder Mustafa. Hij is een van de producten van Suriname en van de Palestijnse gemeenschap.
En hij voelt. Hij is hier geboren. Maar hij voelt. Hij heeft pijn. Ja. Hij heeft pijn in zijn hart. Hij moet huilen. Families gaan dood. Het is niet niks om te zien dat iemand teruggaat naar zijn woning en daar een been van zijn zoon moet oprapen en daar een arm van zijn dochter en daar het hoofd van zijn vrouw. Ik vertel geen verhaaltjes, dit zijn dingen die gebeuren. Dus het is heel erg belangrijk geweest dat we vandaag hier ten eerste in vrede zijn aangekomen. Dat wij hebben kunnen eisen van de regering wat wij willen eisen. Ja? En dat wij ervoor gezorgd hebben dat iedereen bij elkaar is gekomen als één lichaam naar buiten is getreden. Om te laten zien hoe solidair we staan met Palestina. Palestine will be free. Hoeveel familie heb jij nog in Palestina? Ik heb vele verschillende familie. Ik heb ooms, ik heb tantes. Ik heb familie die ik zelf niet weet. Dat ik weet niet dat ze daar wonen, maar ik weet dat onze familie heel groot is in Gaza. Niet alleen in Gaza, in Palestina, maar ook in Jordanië. In andere delen van de wereld. Omdat wij moesten emigreren omdat er wat er was gebeurd in 1948. Dus ja, ik heb heel veel families in Palestina en in Gaza. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 21 jaar. Ben je al daar geweest? Yes, wanneer ik ben niet naar Palestina geweest, want je kan niet naar Gaza, want het is een, wat ze zeggen, een air open prison. Open air prison. Open air prison en we kunnen gewoon niet naar binnen. Ik ben wel naar Jordanië gegaan, waar mijn oma was, wanneer ik 4 jaar was, maar tot nu toe ben ik niet terug. Ik ben wel geweest. Je bent ook Palestijn? Ja, mijn moeder is geboren in Ramallah. Ik ben geweest in 2015, in 2016 en ik zie het verschil. Ik met mijn Surinaams paspoort, dan zitten wij in de rijen van de buitenlanders. Maar de Palestijnen die moeten door alles op de doolhof gaan en alles op de controle meemaken. En dan is het echt iets met die vereiser en alles. En als je een verkeerde gang neemt, dan gaan ze denken je bent weer iets anders en dan gaan ze je zodanig onderzoeken. Ik ben gegaan via de grens van Jordanië. Surinaams paspoort. 8 uren lang hebben ze ons gehouden. Om één stand te vragen. Eén vraag om te vragen. Of je man Mohammed Suleiman Dawood Hassan al-Ramahi heet. En daarna mochten we doorgaan. Over de grens. Palestina, vrij, vrij, vrij. Palestina, vrij, vrij, vrij. Bent u hier geboren? Ik ben hier geboren, ja. Mijn ouders zijn sinds 1962. De eerste Palestijnse familie is eigenlijk de familie Alwani. Via Alwani's die je kent als Jeruzalem Bazaar. Is niet zomaar heet het Jeruzalem Bazaar. Zijn tante, er was vroeger Palestina-store hadden we vroeger aan de Heilige Weg. Maar vanwege angst en zo dat men dingen zou doen, hebben ze de naam weggehaald. Is het eindstand Jetset geworden. Zij zijn de eerste en via hun zijn wij hier gekomen, want wij moesten emigreren. En hier hebben we een bestaan en een toekomst gehad. Dus en wij leven hier vredig. Mijn moeder hield van Suriname. Wij staan voor gerechtigheid. Wij zijn voor gerechtigheid. Onschuldige mensen, het lijkt op een revenge. We hebben al genoeg gehad. Andere dingen die gebeurd zijn in 1948, in de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, moeten we nog meer hebben? Come on. Er is zoveel geld voor wapens, maar er is geen geld voor vrede. Vrede kost niks. Amerika geeft $3 biljoen aan geld aan hun voor defensie. Die 3 biljoen kon je toch beter besteden? Heeft u zelf een familie daar? Ja, we hebben familie. En maakt u zich druk? Tuurlijk maken we ons druk. Want ze kunnen niet naar buiten. Want wat krijg je nu? Een soort rassen dingen. Jij bent dat en dat. Moeten we teruggaan? Hebben we geen lessen geleerd van vroeger? Moeten we ons juist niet bewuster zijn wat we bezig zijn te doen? Palestine will be free! Palestine will be free! Hoe groot is die Palestijnse gemeenschap nu? De Palestijnse gemeenschap, ik schat zo tussen de 100 en 150. We zijn nu tot de derde generatie. Je hebt de anderen die daar zijn geboren en hier zijn. Ik ben de eerste generatie, mijn kinderen zijn de tweede generatie. En je hebt al de derde generatie. Die zijn de kleintjes. De vierde generatie is er nog niet. From the river to the sea, from the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. Yadik Palestine, we go, we get. Yadik Palestine,
from the river to the sea. Palestine will be free. Als teken van vrede, want dit is een vredesloop. Wij willen het afsluiten met het loslaten van een duif, een vredesduif. Dit komt omdat wij vrede willen hebben in de wereld. Alsjeblieft! Bismillah! Ik wil iedereen vragen om te blijven bidden voor onze broeders en zusters in Palestina. Want terwijl wij hier staan, zijn er zoveel families alweer dood. Zijn er zoveel families alweer mishandeld en aangeslagen en beroofd van hun woning en van hun land. Dus wij moeten blijven bidden voor onze broeders en zusters. En we moeten ook denken aan een Palestijnse gemeenschap. Alle mensen die hier aanwezig zijn, de Surinaamse Palestijnse gemeenschap. Wij dragen hun een warm hart toe. Wij vragen ieder om ook voor hen te bidden. Want zij hebben ook familieleden. Zij hebben ook mensen die zij kwijtraken elke dag. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het mogelijk maken. Dat zij allen vrij zijn. Vrij, vrij Palestina! Een van de oudere heren van de Palestijnse gemeenschap gaan we vragen om in ons gebed voor te gaan. Amin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم انصرنا يا رب العالمين اللهم اجعل السلام على ارض فلسطين اللهم اجعل السلام على ارض فلسطين اللهم اجعل السلام على ارض فلسطين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته